Maar liefst 65 jaar zijn ze bij elkaar, het echtpaar Braat uit Kampen. En daarom kregen ze vandaag bezoek van de burgemeester. Mevrouw Braat, mag ik u hartelijk feliciteren. Die kwam namens de gemeente een bosje bloemen en de felicitaties brengen. Een bijzondere verrassing voor het echtpaar. Prachtig. Een hele fijne erkenning. En hij ziet er ook prima uit als burgemeester, dat burgervader van ons. Er waren niet alleen felicitaties van de gemeente. Het echtpaar kreeg ook een brief van de koningin. Ja, dat doet je wat. Het is echt een erkenning, laat maar zeggen. Een waardering, laat maar zeggen. Dat de mensen dat... Koninklijk Huis dat waarderen, laten we zeggen, dat we een goede gezondheid nog mogen leven. Hè? En, want dat is een hele zegen. Best wel bijzonder, hè? 65 jaar bij elkaar. Wat is uw geheim? Dat we allebei in bief bent in elkaar, dus en dat hou ik vol. En zo hou je het langste vol? Ik zou zeggen, ga ik het overdoen, want dan doe ik het zo weer. Op een mooie Pinksterdag, 65 jaar geleden, kwam het echtpaar elkaar tegen. Ze wonen inmiddels 45 jaar in Kampen en de familie is sinds die tijd alleen maar gegroeid. 12 kinderen, dus 9 broers en 3 zussen. En 45 kleinkinderen, geloof ik. Zo. En iets van 15 achterkleinkinderen. Ik ben de tel kwijt. En bij een heugelijke dag hoort natuurlijk taart. Ook IJssel TV wenst het bruidspaar nog heel veel geluk samen.